een Back to the Future remake in 2040. De straat waar je ooit over liep, vlokt van de aarde af. De school waar je alle eerste keren had, is nu een kuil in de grond. De fietsroute die je nam door de velden, is versplinterd tot een parkeerplaats. De beek waar je nooit in zwom, ligt nu droog. Een sliert afval die je kan volgen tot diep in het bos. Iedereen is vertrokken naar koelere plekken, waar mensen elkaar niet de kop inslaan voor een glas water. Het zal niet lang meer duren, of ook de bergen zullen vluchten naar landen waar ze niet welkom zijn. De laatste archeologen graven nog naar sporen. De laatste biologen documenteren de planten die nog overleven in deze woestijn. Maar ook zij houden het niet lang meer uit. Reddingswerkers dringen ook de bunkers binnen. Ondergronds, verstikkend heet, op zoek naar verdroogde witte lijken, net zoutpilaren, hun huid korrelig. Hardbladige vegetatie groeit uit hun ogen. We schrijven samen een encyclopedie van het uitsterven. Alles wat je deed vroeger, al het praten met hardhorigen, gelovigen, lappendekens en kruimels kopen, al de dagen wachten op treinen met vertraging, alle kleine plaatsen waar je ooit had willen wonen. Het is allemaal ondanks, ondanks, ondanks alles. Ik zou de wereld rond willen reizen en elke regenachtige nacht in mijn broekzak stoppen. Daar misschien iets moois van maken, zoals ik dat vroeger deed met de herfstbladeren die van je hoofd vielen. Ik zal er een vogelhuisje van bouwen, waar een specht zal wonen die zijn kop naar buiten steekt en zegt: het is heel menselijk om jezelf langzaam, langzaam zachtjes, zachtjes fluisterend uit te roeien. Ik hoorde ooit een gesprek opstijgen uit de woonkamer, de stem van een man gebouwd als een panzerwagen. Tijdreizigers maken zich altijd zorgen over paradoxen, zoals je eigen grootvader per ongeluk vermoorde, trouwen met je eigen kind, werelden waarin mensen schubben hebben of vissen harig zijn, of gevederde dinosauriërs jagen met speren. En toch doen ze dat, die tijdreizigers. Toch raken ze altijd verdwaald en leren ze dat het leven onomkeerbaar is. Maar ik vraag me af, wat is het punt van tijdreizen als je weet hoe het eindigt?